Hallo, wat leuk dat je kijkt. Van de week hebben wij van Legraaf Makelaars de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2024 voor u geanalyseerd. Op basis van informatie van onder andere de NVM, Funda, de provincie Noord-Holland en het CBS hebben wij een rapport samengesteld voor Alkmaar, de regio Noord-Kennemerland en de omliggende regio's. In dit filmpje bespreken wij enkele opvallende uitkomsten en vatten wij de belangrijkste cijfers kort samen. Het uitgebreide analyserapport kunt u downloaden via onze website. De koopwoningmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 duidelijk in trek. In het normaal gesproken wat rustigere eerste kwartaal zijn de transacties dit keer juist toegenomen. Wij merken dat meer kijkers op te koop staande woningen afkomen. Ook het aantal biedingen op een woning neemt toe. Dat bevestigt het gestegen vertrouwen onder woningkopers. Dit kwartaal zijn er in de regio Alkmaar 473 woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs lag daarbij op €452.000. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2023 stijgt de gemiddelde verkoopprijs met 7,7%. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023 is het een stijging van 3%. De stijging lijkt daarmee dit kwartaal verder door te zetten. De lichtdalende rente in combinatie met flink gestegen lonen hebben ervoor gezorgd dat de leencapaciteit van woningkopers is vergroot. Dit helpt bij de toename van het vertrouwen van woningkopers. Tegelijk is het een zorgpunt, want door de grote en toenemende vraag in de markt droogt het woningaanbod namelijk op. Dit kwartaal zijn 17,5% minder woningen te koop gezet dan in het eerste kwartaal van 2023 en 5,6% minder woningen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Dit blijkt ook uit de krapteindicator. Deze komt in het eerste kwartaal van 2024 uit op 2,9, terwijl de indicator hetzelfde kwartaal vorig jaar op 3,5 stond. We zien nu dat kopers weer vaker en meer overbieden en dat daarmee de prijzen gaan stijgen. Het aantal verkopen blijft achter omdat er te weinig woningen te koop worden gezet. Het geringe aanbod en de stijgende vraag vertaalt zich in stijgende vraagprijzen en een groei in het aantal overbiedingen. De gemiddelde vraagprijs is met 7,7% gestegen en komt dit kwartaal uit op €579.000. Daarnaast wordt er in 44% van de transacties overboden. Dit percentage lag in het eerste kwartaal van 2023 nog maar op 27%. Door het geringe aantal woningen dat te koop komt, stokt de doorstroming. Dit terwijl we die doorstroming keihard nodig hebben om ook kansen voor starters te creëren. De enige wijze om dat op gang te houden, en daar hameren we opnieuw op, is bouwen en ook slim gebruik maken van de bestaande voorraad. Door transformatie of bijvoorbeeld woningsplitsing. We weten uit ervaring dat alleen dan de noodzakelijke doorstroming op gang komt. Wilt u ook uw woning verkopen? Neem dan contact op met ons kantoor.